Oh my god, wat ben jij aan het doen? Doe normaal, dit kan niet op YouTube! Hallo Wonderful Gamers, en welkom bij deze gloednieuwe Ark Ragnarok, jongens. Hier staan we alweer. Laat even een likeje achter. Laat even die dikke vette like support zien als jullie Ark ook wel leuk vinden op een gamestel. Want wij hebben zoveel gedaan, hè, Sieg? Vooral jij hebt zoveel gedaan. Kijk jouw dikke... Ja, echt niet normaal. Kijk jouw dikke fur armor, jongen. Je hebt het allemaal... gemaakt ook, want we gaan zo meteen naar de sneeuw. Maar ik ga snel laten zien wat hier zit, want we moeten snel verder. Hieronder staan 2 Poison Wyverns, 1 Fire Wyvern. En dan hebben we hier nog 2 Rexen staan. En je hebt ook nog een Griffin. Ja, ja, ja. Het belangrijkste is dat we gewoon 4 Griffins hebben op dit moment. 4? Dat wist ik nog niet eens. Ja, dat heb ik jou meerdere keren verteld, ja. Ik ben even goed bezig geweest. Maar kijk, we hebben nog 2 Rexen staan. En hier is nog een hele dikke vette Fire Wyvern. Dus dat is super chill. Die wordt nog groot gebracht nu. Maar wat we nu willen gaan doen is eigenlijk een Ice Wyvern gaan halen, maar er is ook een beest die hebben gevonden. En volgens mij zijn dat de Griffin Riders of de Wyvern Riders. Ik heb geen idee, maar we gaan eens even kijken daar. Dus ik ga eventjes ook die fur armor aandoen. Dat zit hierin. Wat gaan we pakken? Gaan we met een Wyvern of gaan we met een Griffin daar naartoe? Boven hebben mensen dat toch gezien? Dat is een ook dik greenhouse effect, want er staat hier, het is dichtgemaakt met greenhouse spul. Dus ja, wat gaan we doen? Hoe gaan we er naartoe? Griffins, want we hebben lekker hoge level de Griffins. Die werken lekker mee, chill. Oké, okay. Ja. Griffins. Welke zal ik eens meenemen? Welke mag dood? Nee, grapje. Welke moet ik meenemen? Nou, pak een lekker hoog leveltje, zou ik zeggen. Oké, okay, dan pak ik wel die 202. We zijn hier bij een base. Wat is dit voor base? Het is geen base, maar... Dit is geen base! Nee, die base is hier rechts van. Dat is de base van Harm, is hier rechts van dit gebouw. Ja, dit is een trap voor de... Ik denk voor Griffins. Oké, okay, ja, hier is die base van Harm. Dan moet echt niet in de buurt komen. Kijk wat hij allemaal heeft erachter. Ik zie gewoon van die dingen. Ja, natuurlijk zijn dat dingen. Oké, okay, let's go. We gaan snel de kou in. En we kunnen echt heel snel doodvriezen. Vooral als het gaat sneeuwen of regenen dan. Ja, dan kunnen we eigenlijk nergens meer veilig zitten of zo. Want dan zijn we echt zo snel. Is hetzelfde trouwens, hè? Nu al gewoon. Oh, ik zie een Wyvern. Een Ice Wyvern. Oh, Ice Wyvern. Wat doet hij hier? Waarom is hij helemaal de weg kwijt? Zo. Ik weet het niet, maar misschien ligt daar een ei. Oh, hij gaat... Hij lijkt wel heel klein of zo, die Wyvern. Oh nee, nee, lijkt niet klein. We moeten wel echt uit de buurt blijven, ik wil niet dat hij ons achterna gaat. Dan ga ik help roepen in de chat hoor. Ik hoop dat er dan iemand online is die ons misschien wil helpen. Hier zat hij de vorige keer te hangen toch, toen wij aan het zoeken waren. Oh, ik heb het gevonden. Wat? Waar ben je? Ik heb die beest gevonden. Ja, ik ben iets naar links gegaan, links van die draak. Je hebt de beest gevonden, ik dacht je hebt een ei gevonden, ik zie je al. Oh, kom eraan. Nee. Zou hier iemand zijn of zo? Misschien kunnen we even hallo roepen of zo? Klop even is aan. Dit beveiligd? Het ziet hallo? Er niet beveiligd uit. Iemand bij de snowbase? Ik ben wel echt aan het sterven, zie ik. Ik heb een plekje waar je niet doodgaat, namelijk. Oh, ik ben ook flink aan het sterven op dit moment. Oh, het gaat echt snel, man. Ja, heel erg snel. Je moet hier. Hier was ik net en toen ging het goed. Welke, zeggen ze? Wat? Maar ik ben nog steeds aan het sterven, zie ik. Ik ben nog steeds aan het sterven hier. Het kasteel. Misschien. Ze zijn hier misschien. Ja, ik ben hier nog steeds aan het sterven. Oftewel, ze ik zijn nu. Ik heb het koud. Please. Ik heb het koud. Laat me erin. Wacht, ik ga er naartoe. Ik heb hulp nodig. Red ons. Help ons. Oh, het gaat sneeuwen. Nee, oh, dat nog. Oh, alsjeblieft. Hoe komen we hier binnen? Is hier een ingang? Oh nee, we gaan zo dood. Er is hier een ingang. Please. Help ons. Ik ga terug. Ik ga dood zo nog. Oh my god. We vriezen hier echt dood. Snel. Ik ga dood. Ja, ik ga ook dood. Je hebt onze oilpump gesloopt! We maken het goed! Kom op! We doen het open! Schiet op! Ik heb het net overleefd, Marnik! Oh, come on! Ja, ik ben hier nog voor de deur aan het wachten, zie! Ik kon niet anders. Ik zit op mijn knieën. Ja, ik ga ook bijna dood. Oké, nog 10 seconden, dan ben ik dood! Come on! Please! Ja, hier zijn ze! Ze zijn hier! Ik hoor de deur open, ga niet open! Come on! Open! Sneller! Ik ga dood gewoon hier! Ze doen hem niet open! Come on! Ze willen dat ik dood ga. Oké, come on. Stap af, stom ding. Stap af. Come on, doe open. Oh, dan doen ze die weer open. Oh, ik ga echt dood hier door al mijn eigen klunzigheid. Ja, ik ben binnen. Ik ben binnen. Je bent er? Ik ben aan het sterven binnen. Nee, nou laten we die weer van hier achter. Het is hier ook pikje donker, maar ik ben aan het sterven van de kou. Nee, ik ben dood. Ze hebben onze Wyvern nu. Dat is een Griffin bedoel ik. Ik zeg heel de Griffin, maar ik bedoel de hele tijd Griffin. Ik was in paniek, jongens. Dit was weer een noob-actie. Sorry daarvoor. Ja, ik ben gevlucht en ik heb het overleefd. Nu ligt daar binnen. Ligt mijn lichaam met alle spullen. En er ligt ook nog eens mijn hele mooie Griffin nu. Oh my god. Ze waren te laat. Hoezo was ik nog steeds aan het bevriezen daarbinnen? Het is net zo koud. Je moet op een gegeven moment ergens een airconditioner hebben. Of iets van vuur. Of iets dat ervoor zorgt dat de temperatuur naar beneden gaat. Het huis laat niet in bij mij. I don't get it. What's happening? Misschien moet ik even wegvliegen en dat het huis inlaat bij mij. Ik weet niet wat er allemaal gaande is hier, jongens. Maar het huis is ingeladen. Nice. Dan is het enigszins te doen. Hè?
Jawel. Maar... Je moet de opname eens terugkijken straks. Wat is dit? Er zitten... Oh god. Er zitten rotsen in mijn huis. Er zitten rotsen in ons huis. Wat is hier gaande met Ark? Wat ben je aan het doen, Mark? Ik wil het zien, maar ik kan niet die kant op komen. De rotsen die op de berg stonden zijn weer terug door ons huis heen en... Het ziet er niet uit. Ik kom gewoon even kijken en lukt het me niet, dan ga ik echt terug nu. Ik ga niet als een noob voor de deur blijven staan wachten totdat ik dood ga. Ja, we mogen komen. Oké, we gaan nu de spullen halen dus. We hebben nog steeds geen Ice Wyvern ei gevonden. Die gaan we misschien zo meteen ook nog even zoeken. Maar dan hoeven jullie allemaal niet te zien hoe we dat gaan zoeken, want dat kan uren duren hoe we dat gaan zoeken. Want er ligt volgens mij een Ice Wyvern ei. Misschien weten jullie dat beter. Laat het weten in de reacties. Ice Wyvern eieren, die liggen gewoon verdeeld over de Ice Biome. Op verschillende plekken kan die spawnen. Maar hij ligt nooit op alle plekken tegelijk, volgens mij. We kunnen ze niet eens zien door de muren heen. We zien wel beesten, maar hun niet. Ik hoop dat ze er nog wel zitten. Waar is we bijna dood, Marnik. Ja. Ik zie onze Griffin er binnen zitten. Hij zit daar. Ga pakken. Ik ben bijna dood. Ik ben weer terug. Ben je nu alweer... Ik ook. Ja, halverwege. Ik ben bijna dood. Ja, oké. Ik ben echt zo goed als dood alweer eigenlijk. Die deuren laten... Het laat gewoon niet in. Het laat echt niet in. Het is gewoon veel te traag. Ja, hier. Ik ben bij de voordeur. Klop. Sneller, alsjeblieft. Ik ga nog een keer dood voor de deur. Ja. Hoe wonen ze daar? Ja, ze doen open. Ze doen open. Oké. Waar is de... verwarming. Waar? Waar is de verwarming? Ik weet het niet. Please. Ik ga dood. Oh, nee. Oh, hier. Verwarming. Doe alles aan. Oh, dit is weer even paniek. Paniek in de confettifabriek. Hoe even lang overleef je dit zo lang nog? Ja, nee. Ik ben aan het sterven. Ik ga nu weer binnen no time dood. Oh. Ja, ik ben weer dood aan het gaan. Fur armor doet helemaal niks aan mij. Ik heb het aan, zoals jullie zien. Maar het doet niks. Het doet het niet. Ik ga weer dood. Wat doe ik mis? Wat doe ik fout? Serieus. We hadden nooit er naartoe moeten gaan. Wat was dit voor een dom idee? Ja, dat was niet mijn idee. Nou, dat was weer mijn idee. Het is echt één grote faal geweest. We dachten, hé, we gaan een leuk avontuur in het ijs beleven. Met een ijswiffer misschien. Misschien met andere mensen die daar wonen. Maar nee, het was één grote faal, man. Het was één grote faal. Wat is het volgende plan? Het plan wat ik al de vorige keer ook al wilde, maar wat te lang zou duren. Wat is? Het is... Vingerverven! Vingerverven. Vingerverven? Nee, we gaan onze dino's verven. Oh, ik dacht al. Moeten we serieus gaan vingerverven? Oh. Nee, maar zo voelt dat wel een beetje, Wings. Ja. Nou ja, ik... kom maar op. Waarmee moeten we dat doen? Hoe gaan we verven? Ik heb geen idee echt niet hoe dat moet. Laat maar eens zien. Oké. Nou, wat we eerst nodig hebben is een cookiepot. Nou, Een cookiepot, hebben we. Die is hier. Nou, dan moeten we eventjes wat hout in douwen. Want, ik dacht dat je het al had gemaakt. Je hebt nog helemaal niks uitgevoerd. Ik heb helemaal niks gemaakt. Nee, we moeten eerst het dye gaan maken natuurlijk. Nou, nu moeten we een kleurtje uitkiezen. Dus een kleurtje. Gaan we voor geel? Geel, I guess? We gaan voor geel. Voor geel opvallende kleuren wil ik. Dat ze zien dat wij in de house zijn. Oké, geel. Dan hebben we Amar berries nodig. En dan hebben we charcoal nodig. Ik vind het een beetje een rare combinatie, maar... Ja, het charcoal zit er al in als het goed is. Dus, die ingrediënten hebben we. En dan missen we alleen nog maar water. En dat hebben Je T-Rex is wel lekker aan het buggy. Ja, zo, die is een beetje aan het fokken. Ben je groot geworden? Nou, nu zit er water in en nu gaat hij als goed gele dye maken. Ja, er is er al! Hey! Dat ging snel. Nou, we kunnen een ander kleurtje maken als je dat wilt. En hij maakt nu automatisch meer. Maar we hebben altijd water nodig erin. Dus water moeten we altijd bijvullen. Dus het is de hele tijd heen en weer lopen. Dat is jouw baantje gewoon. Ja, dat is mijn baantje. Dat doe ik. Nou, ik ben wel de no-lijver. Nou, ik kijk wel live toe hoe dit allemaal gaat gebeuren. Ik vind het allemaal mooi. Zou ik even kijken. Daar hebben we. Is het Cantaloup? Dat is Cantaloupe, zeker. Cantaloupe. Hey, weet je wat ik ook nog een keer moet doen? Ik moet echt een keertje... Ach, dan ben ik dat water daar weer in vergeten. Ik moet ook nog een keertje naar de kapper. Ik weet niet of jij mijn haar een keer wil knippen of dat ik iemand anders moet vragen, maar... Oh, dat is goed. Ik wil best je haar knippen, hoor. Dan gaan we elkaars haar wel knippen. Zullen wij dat misschien... God, ben ik weer dat water vergeten. Jezus, dit zit hier nog steeds. Ik vergeet het de hele tijd weer. En nou is water weer op. En dan moet ik weer opschieten. Ik heb water nodig, Marnik. Ik pak gewoon alles. Ik pak alle kleurtjes eruit die je hebt. Ik heb de helft gepakt. Ja. En dan heb ik een kwast voor je. Alsjeblieft. Dat ben jij dus. Omdat je zelf ook een kwast bent. Nee, jij bent een kwast. Oké. Okay. Wat gaan we kleuren? Jou. Hey. Oh. Ik heb iets gedaan. Wacht. Blijf staan. Want ik dacht dat het een grap was. Ik hoop dat het gelukt is. Ik heb je geverfd. Nee, ik zie niks. Maar mijn ding is wel half leeg. Oké, laten we eventjes iets anders proberen. Deze kever, kan dat ook? De kever, ik denk het wel. Ik neem aan van wel. Ja, oké, maar het is allemaal zwart bij mij. Dus ik kan het niet verven. Ik denk dat het bij mij weer lekker bugt, jongens. Het is helemaal zwart.
Ik zie mezelf ook zwart als ik op i klik. Heb je dat ook? Dit is echt kriskras door elkaar. Oh, dit lijkt net zo... Oh, dit is vet. Dit is veel leuker dan dat je hem één kleur geeft of zo. Ja. Ik wist niet dat dit kon. Maar bij mij werkt het dus niet. Ik kan niet zien wat ik aan het painten ben. Dat is wel heel gaaf. Ja, dat is echt ik ga het dan gewoon proberen bij deze man. Hoop ik dat ik... nee, ik zie het niet. Ik zie het nog steeds niet. Ik probeer gewoon... Oh, oké. Okay. Oh, ja, hoe heb je dat gedaan dan? Moet je de andere ja, kant? Ik zie niet wat ik aan het doen ben. Oh god. Ik vind het wel grappig dat ik dit doe. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Oké. Ziet het er leuk uit? Alleen onze dieren zijn alleen aan de rechterkant geverfd. Dus dat vind ik wel leuk als we dat zo halen. Ja, je moet het per kant doen. Ja, we kunnen best inderdaad allebei de kanten doen. Het lijkt alsof wij nou zo'n clan zijn uit Afrika, weet je wel. Die zo in de bush zit. Ja, precies. Alsof je Indianen bent die van die war paint op doet, weet je wel. Ja, precies. Nou, ik ga nieuwe verf pakken, want ik ben klaar met geel. Kan ik jou... ik kan jouw lichaam verven. Oh! Wacht, doe jij je kleren eens uit, want ik heb je naar het oog geverfd. Oh my god, wat ben jij aan het doen? Doe normaal, dit kan niet op YouTube. Je hebt een piebel op mijn buik getekend. Doe normaal. Hé, wat zeggen ze? Griffin Riders, geruchten gaan. Een of andere game meneer mijn beest heeft geclaimd. Wat is mijn beest idee heeft geclaimd. Zich, doe jij je kleren ook eens uit. Ik wil eens kijken wat ik bij jou heb gedaan. Kijken wat je hebt gedaan. Oh, wat? Oh, wow, wat? Oké, nu ben ik er klaar mee. Weet je wat leuk geworden? Dat jij een smurf wordt. Hoezo werkt het niet? Wacht. Je bent een smurf! Kijk naar je gezicht. Wat heb jij gedaan met mijn gezicht? Doe dat van mijn buik wel even weghalen, wil je? Want dit ziet er echt niet uit, die krassen. Ik weet niet hoe ik het moet weghalen eigenlijk. Maar je zwaard niet beet. Wacht. Ja, dat is vet! Auw! Oh, no. Doet het pijn? Ja, ik ben bijna dood! Oh, nog een keer, dan ben je dood zeker. Oké. Ik wil mijn zwaard painten. Oké, ik ben nu heel benieuwd naar mijn zwaard. Hoe ziet mijn zwaard eruit? Is hij veranderd, mijn zwaard? Mijn zwaard niet. Nee, bij mij ook niet. Ik ben nou nog meer verder blauw. Zie, ik heb je een beetje... je ziet eruit. Het grappige is, ik zie het vanaf de achterkant. Dus het is nee, de achterkant zit ook niks. Oh, dat kan niet. Oh, ik kon niet meer doen, want mijn blauw is op. Maar je hebt wel een mooie crossbow geverfd nu. Dat ga ik ook nog proberen. Dat is cool, toch? En dan ben ik er echt klaar mee, hoor. Nou, als het goed is, heb ik mijn crossbow ook geverfd. En hoe ziet die eruit? Oh! Oh! Look at me! Look at me! Ik heb echt een vieze, giftige crossbow hier in mijn handen. Hop. Oh! Oh, shit! Wat heb ik gedaan? Je tranquilized mij. Tranquilized ik jou? Help, doet het iets. Het doet niet veel. Nu wel! Nu met jou. Ik heb ook nee! Jou gedaan. Dan ben je toch een rotzak. Oh, jongens. Ik denk dat we klaar zijn. Deze aflevering is een en al... Ik schaam me eigenlijk kapot nu, want het is een en al gekloot. Ijsbeer willen we nog gaan zoeken. Onderwaterdieren willen we nog gaan zoeken. Artifacts. Wat nog meer, jongens? Laat het weten in de reacties. Dan gaan we de volgende keer heel snel bezig met een hele serieuze... video. Jongens? Oh, wat? Nee! Ben je dood? Oh, sorry! Lello, hoe is het doodje me nou weer? We zijn klaar met kutten nu, jongens, vanaf nu. Like en abonneer voor meer. En vanaf volgende week gaan we serieus bezig. Sorry voor alles, jongens. Echt, sorry. Tot de volgende keer. Sigisnoe.